Ben je een beetje klaar voor? Ja, zeker, zeker. Hij rolt hoor. Ja, mooi. Nou. Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Alice Olsen en vandaag ben ik hier met een hele speciale gast, namelijk met mijn vader. Ja, ongeveer 2-3 maanden geleden heb ik een Q&A ook gedaan samen met Evert, dat is mijn broertje. En dat vonden jullie allemaal heel erg leuk en het leek me ook leuk om wat meer van mijn familie te laten zien en wat meer achter de schermen een kijkje te geven. Dus nu ben ik hier met mijn vader. Misschien is het leuk om voor de mensen om jou eerst wat beter te leren kennen. Wie ben jij als mens? Wat doe jij met je dagelijks leven? Goh, ja, wie ik ben? Ja. Korte omschrijving. Beschrijving. Ik ben een mens die betrokken is bij de wereld. Duurzaamheid vind ik belangrijk, de natuur, dat we vreedzaam met elkaar omgaan. Dat zijn allemaal voor mij belangrijke dingen. Op Instagram heb ik aan jullie gevraagd of jullie vragen in willen sturen voor ons samen. En daar gaan we nu antwoord op geven. En er zijn heel veel vragen langsgekomen. Ik heb er een soort van lijst van gemaakt van wat de algemene vragen waren van jullie. Maar voordat we eraan beginnen, heb je nog hobby's? Zijn er nog dingen die je leuk vindt? Ja, hobby's. Zeilen en in de natuur wandelen, tuinieren. Ja, vroeger was ik zelf ook keeper met het voetballen. Voetballen kijken, maar ook zelf nog een beetje doen vind ik ook leuk. Voetbalveld ben ik niet te vinden. Dat weet ik. Een van de eerste dingen die ik moest opgeven bij jou. Middenveld bij Ajax is het niet geworden. Nee. Misschien als ik daar een keer een concert geef, dat ik daar dan een keer in middenveld sta. Ja, dat zou prachtig zijn. Heel veel van jullie weten natuurlijk dat ik wel een wat extra laagje heb. Ik ben wel wat best wel uitgesproken op het internet en open over dingen. En hoe is dat dan voor jou om dat mee te maken? Nou, dat hele uitgesprokene, daarvan zeg ik soms wel eens oei. Zo van jee, hoe zit dat straks ook met je veiligheid op straat? Dan maak je als vader natuurlijk al wel als een van de eerste dingen toch zorgen om. Ook heel gedurfd. Vandaag heb ik ook weer zitten kijken naar een video van je. En ontzettend onderhoudend. Ja, heel goed. Zeker. Ja, hoe heb je mijn coming out ervaren? Weet je nog wanneer ik het aan jou heb verteld? Natuurlijk wel ergens wel heftig. Het zou zeker heftig zijn als je dat plotseling mee wordt geconfronteerd. Maar we zaten natuurlijk in een heel proces. Toen je als kind was van 5, speelde je liever met Barbies dan met auto's. Oké, nou ja, goed, dat kan. Soms speelde je wel mee alsof het vliegtuigjes waren, maar dus dat is een heel proces waar je dan in zit. Kijk, wat veel problematischer is als je op een gegeven moment een kind hebt die bijvoorbeeld leukemie heeft. Dat zijn allemaal veel grijpender dingen. Dat grijpt veel meer in het privéleven in. Dit is, ja, je bent als jongetje geboren, maar de persoon is niet veranderd. Dat het geslacht verandert is op zich wel ingrijpend, want een van de meest ingrijpende momenten in mijn leven is geweest jouw geboorte. Dat je daar in mijn armen lag die eerste nacht. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Ja, dat het later dan allemaal anders uitpakt. Ja, dat is wel wennen. Dat is tot op de dag vandaag soms ook nog wel wennen. Maar het feit dat je nu mijn dochter bent, dat is voor mij geen vraag meer. En dat wij het over die transitie hebben, is voor mij een beetje een oude belegen kaas. Voor mij is dat gewoon een kwestie die is afgedaan. Ja, heel mooi gezegd. Ja. Ja, zeker. Even zoen. Ik denk dat er in Nederland wel veel gezinnen zijn waarin je normaal en goed transgender kan zijn als kind. Maar er zijn ook gezinnen nog steeds en over de hele wereld waar het heel moeilijk is. En waarin wij eigenlijk best wel een unieke relatie hebben dat het zeg maar zo goed loopt. Heb jij advies voor ouders die nu zelf misschien met een kind thuis zitten? Wat gewoon net voor uitgekomen dat ze transgender zijn of nog aan zo'n proces moeten beginnen? Ja, nou ja, ik wil een paar dingen zeggen. Eén is, wees een steun voor je kind. Twee is, dat heeft een vader van, ook van een ander trans kind, heeft dat tegen mij gezegd. Je moet alle beelden over wat nou een meisje of een jongetje zou moeten zijn, die moet je loslaten. Kijk gewoon naar de persoon zelf. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Wat ik het moeilijkste vond, het is dat het ook van belang is om zelf misschien wel steun te vinden weer bij anderen. Want het eerste wat je je afvraagt, hoe gaat de buitenwereld daarop reageren? Dan waren jullie ook nog heel erg nieuwsgierig, want ik maak jullie ook best wel heftige muziek af en toe. Iedereen vraagt zich af wat jij daarvan vindt. Oké, ja, en sommige dingen denk ik van, tjee, nou ja, goh, moet ik even aan wennen. Er zitten hele humoristische dingen bij. Het is niet helemaal mijn genre, maar bijvoorbeeld Glitter op een poes, dat is toch wel eentje die met Trump. Ja, dat is schitterend is dat. Ja, prachtig, prachtig. Trump maar kunnen pakken, hè. Dat is de thee. Ja. Weet je wat ik bedoel als ik de thee zeg? Dat is de thee. Dat is de thee? Nee. Dat is de waarheid. Oké, de truth. Ja, dat is Ja. Wacht, kunnen we dan nog zo'n effectje, gewoon dat je gewoon in de camera kijkt? Ja. En dan gewoon kijken? Ja. Nou pap, super bedankt. Laat me vooral weten wat jullie van deze video vonden. Of jullie nog dingen hierover te delen of over te zeggen hebben. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Ja, tot ziens jullie. Wow.